Er komen camera's te hangen. Ja, ik ben heel a-technisch en mij is het zelfs gelukt. Ik ga zwaaien. Nee, dat vroeg je niet. Heel ja, bijna heel mijn vingertop is eraf. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we hebben een kantoordagje allebei. Ja. Sophie die zit altijd maar te tikken en te tikken. Nou, kasboek vandaag. Nou, kasboek. Ik ben een beetje met etaleur bezig. Een beetje prijzen vergelijken van vaatwassers. Ik heb het beveiligingssysteem binnen. We hebben alleen nog geen internet in etaleur. Maar er komen camera's te hangen. Is nu nog niet nodig, want er staat alleen verpakking op naam. Er heeft niemand wat aan, dus er is niks te halen. Maar ja, straks staan natuurlijk wel ijsmachines en zo. En staat er ijs. En dus dan moeten we toch een beetje... We doen het licht beveiligen. We hebben overal beveiliging, allemaal dure abonnementen. Ik denk, we doen eens wat anders. Dus ik heb even gewoon cameraatjes die ik zelf kan installeren. En... ze schijnen heel goed nachtzicht te hebben. Er zitten geen batterijen in. Er zitten van die zonnedingetjes op. En je hebt geen abonnementskosten van waar je op internet plaatst. Je hoeft niet zo'n link te hebben. En dat kan ik helemaal zelf. En ik heb daar nou toch een beetje tijd voor. Want in de winter hebben we wel meer tijd altijd dan in de zomer door het ijs. Dat is iets technisch voor mij wat ik eigenlijk nooit doe. Dus ik ga het laten zien of het me lukt. Zo, hier zijn twee kinderen terug uit school. Uit school mag je altijd gewoon twee kleine snoepjes. En ik heb mijn camera's helemaal geïnstalleerd. Kijk, en dat is wel leuk, want er zit ook geluid op. Ik heb dan nu de andere camera. Kijk, daar zit je Madelief op spelen. Ik heb ook op schermopname staan. En op deze, dan moet ik even naar de andere camera. Ik ben heel a-technisch en mij is het zelfs gelukt. Jij bent echt niet technisch. Nee, ik ben echt niet technisch. Mama, ik wil ook zo iets die jij neemt. Oh, kan je die van jou? Dit is de keukencamera. Dankjewel. En weet je welke ik ook neem? Ja. Dit is nou dan de keuken. Ja, deze is nu eigenlijk in de keuken. Dat kunnen we doen als je eens een keer wilt zien hoe het echte leven gaat. Het echte leven. Nou ja, dat is gewoon een heel mooi beeld. Kan je zo doen van kijken hoe... Ik kan hem hier zetten en dan kan ik jullie speeden. Bijvoorbeeld. Ja. Laat het nou even. Kijk, dan kan ik hem zo zetten en dan... Anders waaien. Ik kan hem zwaaien, ja. Dan kunnen we kijken wie de koeken eet. Welke koeken? Ja, dat is bij de koeken uit de koekjesmand. Oh, hier zo? Nee, uit de kast. Ja? Ja. Nou, dan moeten we hem daar opzetten en ik krijg een melding als dat beweging is. En nu hoor ik meer in... Echo. Ik had er gisteren een koekje terug in gedaan. Ja, hier is nou de echte camera. Oh, nou ja, dan hoor je dat nog een keer. Wat heb je gisteren gedaan? Nou, Junior had zijn koek niet op school. Die had ik gisteravond na het eten terug in het mandje gedaan. En die was weg vanmorgen. Die zat er niet meer in, want die wilde opnieuw zijn brood erop doen. En dat was weg. Dus er is een koekiemonster in huis. Gaan wij kijken wie de koekjesdader is. Maar ik denk niet dat we iemand zullen vinden. Koekiemonster. Zo, van de camera-installatie naar het avondeten. Eline wil heel graag uiensoep maken. Heb je gewogen hoeveel ui dat je gesneden hebt? Nee, maar ik heb even meer in zakken. Ik zat in de bakkerij even tijdens het werk de uien gesneden. En dit wordt voor een week uiensoep, denk ik. Nee, dat is echt niet zo. Dit is echt heel veel uiensoep. Dan moet wijn bij, wanneer moet dat? Nee, nog lang niet. Oh. Als deze helemaal... Zijn. Dus het wordt vanavond uiensoep en kapsalons. Wij eten niet mee helaas. Dan ga ik even een overschal maken. Ja? Maar die uiensoep duurt wel even. Nee, wij gaan naar Roosendaal. We moeten nog onze brillen ophalen. Wij moeten nog even bij de ijssalon kijken hoe dat ervoor staat.
En we gaan uit eten met vrienden. En Junior die zit lekker filmpjes met mama te kijken. Het is al genoeg kapot. We hebben al Snapchat. Ik denk, ja, dat is, is overschot op kapsalon eigenlijk. Ja. Dat is meer dan genoeg, ja. Dat is echt heel veel. Dat is heel veel, eten we normaal met z'n allen. Ja. Oké, okay, maar waar gaan jullie eten? We gaan bij de Griek eten. Ik zou eens wel wat eten. Ja, jullie vinden het allemaal niet lekker en wij allebei wel. Dan kun je altijd nog wel lesje eten. Ja. Maar ik eet genoeg vanavond. Maar ik ga echt heel lekker maken. Ik zal er straks wel even wat laten doen. Zullen wij de camera hier laten dat jij het allemaal een beetje laat zien hoe jij het regelt? Weetje, Lina, laat even nog voor mij een ijsje. Nee, dat vroeg je niet. Oh? Nee, je vraagt, mag ik een blikje? Vraag je maar. Je mag kiezen, een blikje bij het eten of een ijsje na het eten. Ik heb vandaag 2 keer mijn vingers gebroken. Dat is leuk, hè? Dat moet je niet doen. Dat heb ik echt altijd. En als jij hier zo'n hele brandwond hebt, dan voel je dat niet eens. Nou, dan voel je echt pijn mee. Oh, moet ik een kusje erop doen? Ja. Wij zijn aan het eten. Vind je het een beetje lekker? Ja. Ja? Junior. Vind jij je uiensoep lekker? Ja, maar niet dit vieze. Hier, wil je dit ook? Ja. Kijk, het is zeg maar uiensoep. Het ziet zo'n beetje raar uit hoor. Maar het is echt een vieze. Maar dat doe je dus brood op en kaas. Oh. En ik heb echt heel hard in mijn vingers gezet. Ik heb pijn, joh. Lekker. Welke duim doet pijn? Deze duim. Ik heb heel ver ingesneden. Dat zag ik, het was zo erg. Echt zo? Heel ja, bijna heel mijn vingertop is er af. Zo veel pijn. Nou, we gaan lekker verder eten. Wij zijn inmiddels weer thuis. Het is rust in Huizen Nagelkerken. Ja, en ik heb mijn app van de camera aanstaan. Jan is vandaag van de... Ja, we hebben het nieuwe camera systeem voor het kleuren. En kijk, de lampen gaan uit. Dus niet alleen deze, hoe doe je dat? Nuttig, maar je zo kom je even in het goede speeltje. Nu komt even mijn mobiel even in beeld in de vlog. En dan, ja, dat is dus de camera. Dus nu zie je de achterkant van Sophie met hem, die staat een beetje te draaien. Kijk, we gaan weer aan de kant. Hier is onze koekjeskast. Deze lamp nog even uit. Ja. Nou, moet je kijken hoe goed we de dader gaan kunnen zien. Ik weet niet of je het op de echte camera een beetje kan zien. Maar op de bewakingscamera, zeg maar. Dit is de koekjeskast, dus wij gaan de dader, als zij of haar of hij vanavond de koekjes of snoepjes gaat pakken, gaan we hem zien. Nou, dat komt zo meteen naar onze afsluiting. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe!